vandaag gaan we verder met onze Lost Essentials deel 3 preekserie. En we hebben het over de bovennatuurlijke verhaallijn in de Bijbel. Het is zo makkelijk om naar de Bijbel te kijken en eigenlijk alleen maar aan de oppervlakte te blijven schrapen. Terwijl er zoveel meer diepgang is, zoveel meer te vinden is waar we misschien in eerste instantie niet bij stilstaan. En het verhaal van de Toren van Babel is precies zo'n verhaal. Het is een verhaal wat natuurlijk ook bij het kinderwerk natuurlijk heel erg populair is. Daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Maar wat zit er nou achter dat verhaal van de Toren van Babel? Wat is de echte betekenis van dat verhaal? Is het alleen maar een uitleg over waarom er zoveel verschillende talen zijn op deze wereld? Of is er een diepere boodschap? Daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. En ik wil bidden en God vragen om onze harten te openen voor wat hij vanochtend wil vertellen aan ons. Heer, we komen tot u op deze ochtend. We danken u voor uw aanwezigheid op deze plaats, Heer. Dat u hier bent. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in ons midden, Vader. En Heer, we bidden op dit moment dat u tot onze harten zal spreken. Dat u uw woord zal opendoen voor ons, Vader. Dat we werkelijk mogen begrijpen en mogen verstaan wat u wil zeggen tot ons. Heer, geef ons oren om te horen wat u wil zeggen tegen ons op deze ochtend. Dat bidden we in Jezus' wonderbare naam. Amen en amen. Kijk aan, wat een enthousiasme, toch? Super. Maar wat zou dan die boodschap kunnen zijn van de Toren van Babel? Misschien zou het te maken kunnen hebben met trots. Ik bedoel, als je kijkt naar Genesis 11, vers 3 en 4. Genesis 11 is waar het verhaal over de Toren van Babel verteld wordt. En dan staat er dit. En zij, de mensen, zeiden alle tegen elkaar. Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hen tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Heel bijzonder hoe daar gezegd wordt, laten we voor ons een naam maken. Dat gaat inderdaad over trots natuurlijk. Ik bedoel, heel veel mensen proberen in dit leven een naam voor zichzelf te maken. En als je kijkt naar social media, zie je dat maar al te vaak gebeuren. Weet je, deze generatie is de eerste generatie dat mensen beroemd worden, bekend worden, puur alleen maar om wat ze op social media doen. Niet omdat ze iets bereikt hebben, niet omdat ze werkelijk iets te betekenen hebben in deze wereld, maar puur alleen omdat ze op social media een gevolg hebben weten te krijgen. Voor jezelf een naam maken. Dat is waar er hier over gesproken wordt. Er is een probleem met trots. Er is ook kracht in eenheid, laat deze tekst zien. In vers 6 staat er dit. En de Heere zei, zie, zij vormen 1 volk en hebben 1 taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Als God zag dat als het volk daar door zou gaan in die eenheid die ze op dat moment hadden, niets voor hen meer onmogelijk zou zijn. Maar het was een rebellerende eenheid die daar was. Er is kracht in eenheid. Afgelopen week keken we naar eerdere hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis en zagen we dat er 2 goddelijke opstanden waren. Er waren 2 opstanden van goddelijke wezens, van engelen. En je ziet hier vandaag dat er nog een opstand plaatsvindt. En dat is de opstand van mensen. Hier. Er gebeurt hier iets waar we echt even op in moeten zoomen. Weet je, mensen in het nabije oosten van die tijd, vele duizenden jaren terug, die geloofden dat de goden, met kleine letter G, woonden of op een bergtop of in een tuin. Bergtoppen, omdat die bergtoppen onbereikbaar waren, dus de enige wezens die daar konden wonen, waren de goden. Tuinen, omdat tuinen vaak symbool stonden voor vruchtbaarheid, voor een geweldig mooie atmosfeer, een geweldig mooie plek waar de goden konden wonen. En aangezien de mensen hier in het verhaal van de Toren van Babel woonden op een vlakte, er was een vlakte daar, waren dus geen bergen, besloten zij dat zij een soort van ziggurat zouden gaan bouwen. Dat was een soort van tempeltoren. En die tempeltoren die zou tot in de hemel gaan reiken. Het was eigenlijk het alternatief voor een berg. Ze wilden God hiermee eigenlijk onder druk zetten om naar beneden te komen en tussen hen in te leven, zoals hij dat ook gedaan had in de periode dat hij in Eden woonde, samen met de mens en samen met ook met de andere Elohim. Daar hebben we het afgelopen week ook over gehad. Met de andere leden van zijn goddelijke raad. Maar wat er hier gebeurt in dit verhaal, hier in Genesis 11, is gewoon klipklare rebellie.
In plaats van dat de mens deed hetgene wat God van hem vroeg, en dat was eigenlijk de hele wereld over te gaan en elke hoek, elke kier van deze aarde zou maken als Eden, eigenlijk zou maken als de Hof van Eden. Wat zij hier deden is, nee, laten we bij elkaar blijven klieken en laten we God eigenlijk dwingen om naar deze wereld toe te komen en onder ons te wonen. Dat is wat ze hier deden. Dat was echt gewoon rebellie wat hier plaatsvond. In plaats van dat ze zouden doen wat God van hen vroeg, om zijn heerschappij te verspreiden over de hele wereld, zeiden ze, nee God, kom maar lekker hier bij ons. We blijven lekker op ons eigen knusse plekje hier in Babel, blijven we samen. En daar moet u gaan komen. Ze wilden dat God op één plek bleef. En dat zijn invloed maar op één plek bleef. Terwijl God iets heel anders gezegd had. En Yahweh, dat is de naam van God. Yahweh is er niet blij mee en hij deelt zijn voornemen met de goddelijke raad. De andere Elohim, de andere geestelijke wezens die om hem heen stonden. Dan staat er dit in vers 7. Kom, laten wij neerdalen. En een wij is geen verwijzing naar de drie-eenheid. Wij is een verwijzing naar God, naar Yahweh zelf en naar die goddelijke raad om hem heen. Laten wij neerdalen, laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Laten wij neerdalen en laten wij hun taal verwarren. Heel interessant, als je kijkt naar het Hebreeuws en wat er precies geschreven wordt, dan is dat laten wij, wordt eigenlijk in het meervoud gezegd. God heeft het hier over die goddelijke raad. Hij heeft het hier over de Elohim, over hemzelf als God met hoofdletter G en de goden, de geestelijke wezens die om hem heen staan. En op dat moment waren die goden die om hem heen stonden, waren nog trouw aan hem. Maar dat zou gaan veranderen. Vers 8 staat er dit. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Het is weer iets heel interessants wat er hier gebeurt in de grammatica. In de Hebreeuwse grammatica. Want het woord verspreiden, de Heer verspreidde ze. Het staat in het enkelvoud. Dus in eerste instantie zegt hij van hey, laten wij hun taal gaan verwarren. Laten wij ze verspreiden over heel de aarde. En dan staat er hier dat in het enkelvoud van, hé, ik verspreidde ze, hij verspreidde ze. Yahweh verspreidde hen over de hele wereld. Dus denk ik heel belangrijk om te laten zien, want God deelt zijn voornemen, het plan wat hij heeft, met die geestelijke wezens die om hem heen staan. Maar uiteindelijk maakt hij zelf de beslissing. Uiteindelijk zegt hij zelf van, hé, ik verspreid alle mensen over de hele wereld. Het is een beetje, ik weet niet of ik het voorbeeld al eerder genoemd heb in een dienst, maar stel je voor, je hebt je vrienden op bezoek. En ze blijven een beetje te lang hangen. Soms gebeurt dat met vrienden, toch? En dan denk je van, oh, ik heb eigenlijk geen eten in huis. Dus laten we de pizzeria bellen. Dus je zegt dat tegen je vrienden van, hey, kom, laten we pizza bestellen. Ze gaan niet allemaal dan vervolgens aan de telefoon hangen om pizza te gaan bestellen. Dat is maar één persoon en dan ben jij zelf die de pizza gaat bestellen, toch? Dus je deelt je voornemen met de rest van je vrienden om je heen. Maar uiteindelijk ben jij degene die telefoon oppakt en de bestelling doorgeeft. Aan de pizzeria. Uiteindelijk wordt de pizza afgeleverd bij je thuis. Er is maar één persoon die beslissing uiteindelijk neemt. En dat is wat er hier ook gebeurt eigenlijk in dit verhaal. God maakt uiteindelijk de beslissing van, hey, dit is wat ik ga doen. Weet je, in Genesis hoofdstuk 10... Dat is niet een van de meest interessante hoofdstukken, maar dat is het hoofdstuk voor het verhaal van de Toren van Babel. Dat is een van die hoofdstukken die ik vele malen als ik de Bijbel gelezen heb, overgeslagen heb. Genesis 10, al die namen, al die naties die daar genoemd worden. Weet je, ik ben ook maar een mens, weet je. Ik hou niet van enorme opsommingen van namen. Wie van jullie is met me eens? Dat is toch saai, hè, zo'n hoofdstuk. Maar als je er goed naar kijkt wat er precies gebeurt in dat hoofdstuk is, dan wordt er een lijst genoemd van 70 volken. 70 volken die op dat moment eigenlijk nog allemaal samen waren op die plek Babel. En die 70 volken die werden nu verspreid over de hele wereld. Dan zie je als een commentaar op hetgene wat er gebeurde bij de Toren van Babel. Dan zie je Deuteronomium hoofdstuk 32 vers 8 en 9. Die zegt dit. Het is heel interessant. Toen de Allerhoogste, wie is de Allerhoogste? God zelf, Yahweh. Toen hij bezit toewees aan de volken en hij de mensen ieder hun deel gaf,
heeft hij de grenzen van de volken bepaald naar het getal van Gods zonen. Het deel van de Heer was zijn volk, Jacob het land dat hem ten deel viel. Gods zonen. Afgelopen week hebben we het er ook over gehad. Wie zijn Gods zonen? Dit waren geen mensen. Dit was ook niet een referentie naar Jezus die later als de unieke zoon van God naar deze wereld zou komen. Nee, dit was een verwijzing naar geestelijke wezens die ook als een soort van zonen van God dienden. Er zijn bepaalde andere vertalingen. Ik weet niet welke vertaling jij hebt, maar in sommige vertalingen staat er in plaats van de zonen van God, dan staat er de zonen van Israël. Omdat er bepaalde teksten in het Hebreeuws dat zeggen. Staat er inderdaad in sommige Nederlandse vertalingen staat er de zonen van Israël. Maar dat klopt niet echt. Vanuit een tekstkritisch perspectief allereerst. Want er zijn oudere teksten gevonden waarin heel duidelijk staat de zonen van God. Dat is al één reden waarom het zonen van God zou moeten zijn. Maar ook logisch gezien klopt het niet. Want je moet je indenken, in de tijd van de toren van Babel was er nog geen, ja, Abraham die leefde waarschijnlijk al toen dat gebeurde. Maar zijn zoon Isaac leefde nog niet. En de zoon van Isaac was Jacob. En een andere naam voor Jacob, God veranderde zijn naam in Israël. En Israël had 12 zonen. Maar die liep nog lang niet op deze aardbodem in die tijd. Dus het is totaal onlogisch dat hier zou staan dat het de zonen van Israël waren. Dit moeten de zonen van God geweest zijn. Die geestelijke wezens. En waarom zouden überhaupt de heidense volkeren, dus je hebt in Bijbels perspectief heb je maar twee soorten mensen. Aan de ene kant heb je de Joden, eigenlijk de Israëlieten moet ik zeggen. Aan de ene kant heb je de Israëlieten en aan de andere kant heb je alle andere volken van de wereld. En die worden de heidenen genoemd. Dat is niet zo noodzakelijkerwijs een oordeel over dat ze een heidense levensstijl hebben. Nee, het is gewoon puur een tweedeling zeg maar, die de Bijbel maakt tussen mensen die vanuit Abraham, Jacob Abraham, Isaac en Jacob voortgekomen zijn. En alle andere mensen die daar niet uit voortkomen. En dat worden de heidenen genoemd. Maar nergens spreekt de Bijbel over dat die heidense volkeren geplaatst zouden worden onder het gezag, onder de autoriteit van de zonen van Jacob. Dus die logica klopt niet van die vertaling die sommigen van ons hebben. Gods zonen is de logische vertaling. En ook tekstkritisch gezien, dat zei ik net ook al. Er zijn oudere grondteksten gevonden die dus inderdaad juist dat zeggen. Dus het meeste bewijs is ervoor dat het Gods zonen moeten zijn. En feitelijk zegt dus Deuteronomium hier dat vanwege de rebelse menselijke eenheid bij Babel, dat God hen veroordeelt. God wilde niet meer, hij was het zat. God heeft ook wel eens dagen dat hij het zat is. En hij was het zat met de mensheid, want ze gingen maar van rebellie naar rebellie. Dat was ook al gebeurd bij de vloed van Noach. En nu opnieuw waren de mensen weer rebels bezig, waren ze weer zich aan het verzetten tegen hun God, tegen Yahweh. En hij was gewoon zat. Hij had geen zin meer om te moeten dealen met de hele mensheid. En daarom plaatst hij al die heidense volken onder het gezag van de lagere leden van de goddelijke raad. De lagere Elohim, de zonen van God. En gaf die volkeren hun erfdeel, gaf die volkeren het land dat voor hen bestemd was. Dat is hoe ze over de wereld verspreid werden. En dit is ook hoe de volken van de wereld allerlei andere goden begonnen te aanbidden. Dat was nooit het plan, het oorspronkelijke plan van God dat ze dat zouden gaan doen. Maar dat is wel wat er gebeurde. Dit is waar we nu zeg maar zien dat er al die verschillende wereldreligies zijn. Die zijn ontstaan omdat die volkeren, die heidenvolkeren over de wereld zijn verspreid. Werden geregeerd eigenlijk door die heiden, door die andere goden. En uiteindelijk zijn ze die andere goden gaan aanbidden. En dat is nooit de bedoeling geweest. Maar God kiest er dan vervolgens voor om één man te kiezen. Eén man en zijn familie. God wilde met één man en zijn familie een persoonlijke relatie gaan ontwikkelen. En die man die heette Abraham. En Abraham en zijn nakomelingen zouden zijn aandeel zijn, zouden zijn erfdeel zijn. En het Oude Testament, mensen. En veel van ons die weten niet precies wat we aan moeten met het Oude Testament. Maar het Oude Testament is zo'n belangrijk boek. Het is eigenlijk het verhaal van Abrahams nakomelingen, van Israël dus,
die voortdurend in conflict waren met de goden van de volken. En voortdurend loyaliteit aan Yahweh moesten kiezen. En dat is waar ik de afgelopen weken ook vaak over gehad heb. Het belang van loyaliteit. Je hebt twee keuzes. Je kiest of Yahweh en volledige loyaliteit, gelovende loyaliteit aan hem. Of je kiest al het andere. Er is geen tussenweg, er is geen andere keuze mogelijk. De Israëlieten die stonden midden in de kosmische strijd tussen God met hoofdletter G en de goden met kleine letter G. God zou deze volkeren alleen voor een beperkte tijd onterven. En op het moment dat de Heer Abraham riep, zei hij dit tegen hem. Dit is in Genesis 12, volgende hoofdstuk, vers 1 tot en met 3. En het hoort heel erg samen met, hoort eigenlijk bij het verhaal van, ook van Babel. Je ziet hier hoe God Abraham kiest. De Heer nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen met u, en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God wilde alle volken uiteindelijk bij hem terugbrengen. Door Abrahams nakomeling, Jezus. Weet je, in de kerk staat Jezus centraal. En Jezus is een afstammeling, vele generaties later, van diezelfde Abraham. En door Jezus zullen al die volken gezegend gaan worden. Jezus is degene die de volkeren terug zou eisen van die andere Elohim die op dat moment nog over al die volkeren heerste. Deze Elohim die waren in het begin goed, maar ze rebelleerden tegen Yahweh. Want ze genoten van de aanbidding van de mensen waarover ze heersten en ze misbruikten hen. Het is echt verschrikkelijk wat je ziet gebeuren ook in het Oude Testament hierin. En Psalm 82 vers 1 en 2 die verwoorden dat heel, heel pakkend. God staat in de vergadering van God. Dus die goddelijke raad hier. Hij oordeelt te midden van de goden. Dan zegt God dit. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddeloze bevoordelen? Hij zegt dat tegen die goden. Hij zegt dat tegen die Elohim. Hij zegt het niet tegen corrupte rechters in Israël. Hij zegt het niet tegen de andere leden van de drie-eenheid, want die waren niet corrupt. Hij zegt het tegen de andere Elohim, tegen de goddelijke raad. En vanwege hun rebellie, vanwege hun opstand tegen God, zouden deze Elohim sterven zoals een mens. Dat staat er in vers 7 van Psalm 82. En op een dag zal Yahweh de volken weer opeisen. Ook dat kun je vinden in die Psalm 82. Een zeer interessante psalm om te lezen. Als je eigenlijk dieper op het onderwerp in wil gaan. En dat is zo mooi om te zien wat er in het Nieuwe Testament gebeurt. Je ziet dat in Lucas, Bijbelboek Lucas, Evangelie van Lucas. Dat in Lucas 9 Jezus 12 discipelen uitstuurt. Elke keer als je het cijfer 12 ziet in de Bijbel, moet je erbij stilstaan dat gaat over de 12 stammen van Israël. De 12 zonen van Israël die uiteindelijk stammen werden. Dus die 12 discipelen van Jezus die symboliseren die 12 stammen. Met andere woorden, die symboliseren de Israëlieten, die symboliseren de Joden. Het volk van God. Maar dan gelijk in het volgende hoofdstuk, in Lucas hoofdstuk 10, dan zie je dat Jezus niet alleen 12 discipelen uitstuurt, hij stuurt 70 discipelen uit. En de Bijbel noemt ze niet bij naam, maar er waren dus blijkbaar meer discipelen dan alleen die 12 die eigenlijk in die binnenste cirkel met Jezus optrokken. Er was een grotere groep discipelen, een grotere groep mensen die volgelingen waren van Jezus en die de dingen deden die Jezus van hen vroeg. En het waren er 70. En waar staat 70 voor? Voor alle andere volken van de wereld. Het getal 70 is wat er terugkomt in, of dat komt vanuit dat Genesis hoofdstuk 10, die hele lijst van natieën, die 70 natieën die daar staan. De boodschap die Lucas hier probeert te vertellen is dat Jezus niet alleen gekomen is voor de Joden, voor de Israëlieten, de 12, maar dat hij ook gekomen is voor de 70, voor alle natieën van de hele wereld. En hij gebruikte zijn discipelen om die natieën terug te brengen bij hem. En dan zie je in het Nieuwe Testament natuurlijk dat Jezus sterft
lijdt en sterft aan het kruis. Hij betaalde de prijs om de volken terug te kunnen claimen en een volgende dag voor te bereiden. Dat is de dag van de grote ommekeer. Dat kun je zien in Handelingen hoofdstuk 2, de dag van Pinksteren. Wat er in Babel gebeurd was, dat alle talen verward werden, werd omgedraaid op de dag van Pinksteren. God zegende de eenheid van de discipelen in de bovenkamer. Bij Babel was het een rebelse eenheid. In Handelingen hoofdstuk 2 is het een eenheid gecentreerd rondom de persoon van Jezus, de Zoon van God, de unieke Zoon van God. Hij zegende het omdat Jezus centraal staat. En op een bovennatuurlijke manier konden deze discipelen opeens talen spreken die ze voorheen nooit gesproken hadden. En ze gaan vervolgens de straat, ze worden vervuld met de Heilige Geest, ze gaan de straat op en vertellen van de grote daden die God gedaan had. Ze vertellen het evangelie van het koninkrijk. En het was een dag waarin vele pelgrims uit de hele wereld samen waren gekomen. Joden vanuit alle verschillende landen waren daar samengekomen in de stad Jeruzalem. Daar op een vliegtuig gestapt. Als er vliegtuigen waren geweest. Om die Pinksterdag samen te vieren met elkaar. Shavuot. En ze waren daar samen. Die discipelen gaan de straat op. Vervuld van de Heilige Geest. En vertellen die grote daden van God aan iedereen die ze maar kunnen aanspreken. Ze horen de grote daden van God in hun eigen taal. De taal van de volken waarover ze verspreid waren. En ze konden begrijpen wat er gezegd werd. En wat gebeurt er dan vervolgens? Die mensen die daar tot geloof komen vanuit al die verschillende volken. Die Joden die daar samen waren gekomen vanuit alle volken. Vanuit alle landen van de wereld. Die gaan terug naar hun landen toe. En vertellen hetgene wat er gehoord was. Wat ze gehoord hadden in Jeruzalem. Van de discipelen. En vertellen het ook naar de heidenvolkeren. Die wonen in al die andere landen. Ze gaan terug daar naartoe. En uiteindelijk bereiken ze de uiteinden van de wereld op die manier. Met het evangelie. De uiteinden van de toenmalig bekende wereld uiteraard. En vandaag de dag zijn we nog steeds bezig om het evangelie van het koninkrijk naar iedere stam en naar iedere taal te brengen. En we zijn aardig op weg. Het kan zomaar zijn dat in onze generatie de klus geklaard is. Dat alle talen uiteindelijk het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van Jezus gehoord hebben. Ik zie uit naar die dag dat voltooid is en dat Jezus terugkomt. Om een wereldwijd Eden te brengen. Want dat is het plan wat God altijd al had van het begin van de tijd. Hij had een Eden gevormd, de Hof van Eden gevormd. Die perfecte omgeving waar God samen met zijn hemelse familie en met zijn menselijke familie samenwoonde. En zijn plan is nu om dat tot stand te gaan brengen. Dat is altijd zijn plan geweest, door de hele Bijbel heen, van begin tot einde. En dat is waarom denk ik de beste ondertitel voor de Bijbel zou zijn, van Eden tot Eden. Dat is de beste ondertitel van het boek, van dit boek. En dan zie je in Openbaring hoofdstuk 7. We begonnen in het begin van de Bijbel, nu gaan we naar het einde van de Bijbel. Openbaring hoofdstuk 7, vers 9 tot en met 10, daar staat er dit. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam, dat is Jezus, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God. Redding is van onze God, met andere woorden. Die op de troon zit en van het lam. En dan in hoofdstuk 22 staat er dit. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. De volken werd genezing gebracht. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot een eeuwigheid. Wat een beeld wordt er geschetst in het Bijbelboek Openbaring. Dat als Jezus terugkomt, als Jezus inderdaad dat wereldwijde Eden gaat stichten. Als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gaan komen. Als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. En ontstaat. Dan zullen alle naties,
alle stammen, alle volken, alle talen voor zijn troon staan. Fantastisch is het om deel uit te maken van een internationale kerk. Van een kerk waarin mensen vanuit alle landen, die allerlei talen spreken, samenkomen op één plek. In eenheid. Wat je ziet mensen in een kerk als deze is de vervulling van de wens van God van het begin der tijd. Dat al die volken die vervreemd waren van hem, die geplaatst werden onder al die andere Elohim, die rebellerende goden. Dat die vanuit die macht getrokken worden. En onder de God met hoofdletter G, onder Yahweh, geplaatst zouden worden. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Zo mooi dat dat hele beeld van die levensboom die daar stond in Eden, in de Hof van Eden. Dat die levensboom weer toegankelijk wordt gemaakt door onze God. Dat de volken genezen mogen worden. Dat de volken shalom mogen vinden, rust mogen vinden. Dat de volken terug mogen komen bij de God Yahweh die ook hen geschapen heeft. Mensen, de Bijbel is niet alleen maar een mooi verhalenboek met allerlei mooie verhaaltjes. De Bijbel is een samenhangend geheel. Geschreven door vele verschillende auteurs, vele verschillende mensen hebben die 66 boeken van de Bijbel die we vandaag de dag kennen, hebben dat boek bij elkaar gebracht, zeg maar. Maar er is een verhaallijn te vinden. Een bovennatuurlijke verhaallijn. Een verhaallijn waarin God laat zien dat hetgene wat verwoest is gegaan door rebellie, rebellie van de goden, maar ook rebellie van de mens, dat hij dat weer gaat herstellen. God gaat het herstellen. Daar kunnen we zeker van zijn. Als hij al zoveel heeft laten gebeuren, wat geprofeteerd werd in het Oude Testament, dan kunnen we er alleen maar zeker van zijn dat ook die andere dingen die nog gepland staan in zijn boek ook vervuld zullen gaan worden. Weet je, vandaag op dag is de wereld nog steeds onder de macht van de rebellerende Elohim. Onder de macht van en onder de macht van de prins van de demonen, Satan. En Johannes 5 vers 19 spreekt erover. Maar laat me je dit vertellen. De dagen van die rebelse geestelijke wezens zijn geteld. Hun uitzettingsbevel is al getekend. Toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Hun toekomst is de poel van het vuur. Ja, we leven nog steeds in een gebroken wereld. En als je ziet, verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Mensen die vermoord worden in een gebedshuis in Nieuw-Zeeland afgelopen week. Alle andere zaken die er gebeuren op deze wereld die het daglicht niet kunnen verdragen. De machten die erachter zitten, daar wordt mee afgerekend. Hun toekomst is de poel van het vuur. Alleen wij leven in een wereld waarin er nog steeds geestelijke strijd is. En we moeten geestelijke ogen hebben om te begrijpen wat er gaande is om ons heen. En daarom is het zo belangrijk om de Bijbel werkelijk te verstaan. Wat God er doorheen probeert te zeggen naar ons. Efeze 6 vers 10 tot en met 20 spreekt over de overheden en de machten. En ik weet niet hoe het met jullie staat, maar ik ben altijd een beetje sceptisch geweest over wat er geschreven staat in Efeze hoofdstuk 6. Ja, het is wel zo, al die machten enzovoort, maar ja, Jezus heeft toch overwonnen. En wat moet ik, we strijden niet tegen vlees en bloed, maar dan staat er tegen de overheden en machten. Wat moet ik er eigenlijk mee? Afgelopen maanden ben ik echt, we hebben neus op de feiten gedrukt dat er inderdaad overheden en machten zijn die proberen het werk van God te dwarsbomen. Die proberen werkelijk het werk van zijn kerk en van zijn koninkrijk stil te zetten. Misschien terug te dringen. Maar het zal niet gebeuren omdat de Ecclesia, de kerk, dat God die eigenlijk plaatst op de poorten van het dodenrijk en dat het dodenrijk haar niet zal kunnen overweldigen. Mensen, in Jezus zijn we overwinnaar. In Jezus zijn we sterker dan de vijand. We hoeven niet meer bang te zijn voor die overheden, voor die machten die misschien nog veel mensen om ons heen onder controle houden. Het enige wat wij hoeven te doen, en dat wordt duidelijk van het Efeze hoofdstuk 6, is beschermd te zijn door het karakter van Jezus eigenlijk. En het enige aanvalswapen dat er is op te pakken, en wat is dat enige aanvalswapen? Het zwaard. En het is het zwaard van het woord van God, spreekt Efeze 6 over. Het zwaard van het woord van God.
Op het moment dat we het woord van God beetpakken. Op het moment dat we werkelijk sterk worden in het woord van God. En dit is iets wat ik voor mezelf heb moeten ontdekken. Mensen, ik heb een masters in theologie. Ik heb jarenlang lees ik de Bijbel al. Maar ik heb pas nu voor het eerst in mijn leven dat ik besef van wat het betekent om werkelijk het woord van God in je hart opgeborgen te hebben. Om werkelijk stil te staan in het woord van God. Geworteld te zijn in het woord van God. En daar heb je geen masters voor nodig. Daar heb je geen jarenlange bijbelstudie voor nodig. Om dat te kunnen bereiken. Het is gewoon een keuze. Van neem ik het woord van God als het woord van God? Neem ik het werkelijk op als het zwaard? Ben ik bereid om vanuit het woord van God te gaan leven? Ben ik bereid om werkelijk andere mensen om me heen ook te vertellen van wat Jezus in mijn leven gedaan heeft? Wat hij tot mij spreekt. Door zijn woord heen. Weet je, voor ons geldt dat wij elke dag onze loyaliteit moeten demonstreren aan Jezus. Want in onze loyaliteit aan hem vinden wij onze bescherming. En de vraag die we ons moeten stellen elke dag, dag in dag uit is, dienen we Yahweh of dien ik andere goden? Er is geen grijs gebied. Het is aan of uit. Het is licht of donker. Het is 0 of 1 voor de computermensen onder ons. Elke dag moeten jij en ik een keuze maken. Ook ik als voorganger moet elke dag een keuze maken. Ik ben niks beter dan jullie. Ik ben ook maar een mens. Wij moeten elke dag van ons leven moeten we die keuze maken. Kies ik ja voor Yahweh of niet? Jezus zei dit in Lucas 9, vers 23. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Hoe vaak zijn we bezig met onze eigen carrière, onze eigen dingen, onze eigen plannen, onze eigen dromen? Jezus zegt nee. Verloochen jezelf. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Krachtig dat Jezus zegt dat we dat kruis. En het kruis is zwaar. Het kruis is moeilijk. Het kruis voelt niet fijn aan, want het is dat ruwe houten kruis. Dat hebben we op ons rug. Hij zegt, elke dag moeten we dat kruis opnemen. En niet één keer in je leven, op het moment dat je je leven aan Jezus geeft. Nee, elke dag moeten we dat kruis opnemen. En het kan moeilijk zijn. En mij volgen. Achter Jezus aangaan. Want wie zijn leven wil behouden, die zijn eigen dingen op de eerste plek zet in zijn leven, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of schade te lijden? Je kruis dagelijks opnemen. Dagelijks loyaliteit kiezen voor Jezus. Dagelijks hem op nummer 1 zeggen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere waar we achterna jagen in ons leven, dat zal je erbij gegeven worden. Maar het begint bij die keuze om Jezus op nummer 1 te zetten. Om zijn koninkrijk op nummer 1 te zetten. De koning is een koninkrijk. Het is een persoonlijke keuze. En God vraagt aan jou, wat doe jij? Wat kies jij? Maar niet alleen wij persoonlijk moeten en mogen die keuze maken. Ook in onze gezinnen, als jij een vader of een moeder bent. Je huishouden. Ook binnen jouw gezin mag je een keuze zelf maken. Jozua zei dit in Jozua 24 vers 15. Kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden, opnieuw de goden, die uw vaderen aan de overzijde van de rivier wonen gediend hebben. Of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Wij zullen de Heere dienen. Yahweh zullen we dienen. De Vader van Jezus. Wij zullen de drie eenheid dienen. God, de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Yahweh nummer 1. Ik geloof dat de oproep voor ons allemaal vanochtend is dit. Beantwoord jouw liefhebbende Vader. Want God hield zoveel van jou dat toen wij nog zondaars waren, hij zijn enig geboren zoon, zijn unieke zoon naar deze wereld stuurde om te sterven voor jouw zonde en mijn zonde. Zoveel hield hij van ons allemaal. Niet alleen van de Israëlieten, niet alleen van de Joden, maar van alle volkeren. En als hij zoveel van jou en van mij gehouden heeft, wat kunnen we dan
anders doen dan een antwoord te geven in liefde. Een antwoord van loyaliteit naar hem. Liefdevolle loyaliteit naar hem toe. En God roept ons om het juiste voorbeeld te geven. Van werkelijk ons kruis op te nemen. Vanwege degene die voor ons het kruis heeft opgenomen. En daarmee mogen we een voorbeeld zijn voor onze kinderen. Misschien onze ouders, grootouders, broers en zussen. Mensen om ons heen, collega's. Door ons voorbeeld, door onze volledige overgave aan Jezus, mogen we dat voorbeeld geven aan de wereld om ons heen. Maar begin bij overgave. Twee woorden in het christelijk geloof, die essentieel zijn en die de Heer echt op ons hart probeert te drukken, zijn overgave en geloof. Overgave en vertrouwen. Geloof en vertrouwen is hetzelfde. Maar begin bij overgave. Neem je kruis op dagelijks en volg mij. Zoek eerst het koninkrijk van God. En mijn gerechtigheid en al dat andere zal je daarbij gegeven worden. Misschien kunnen we allemaal gaan staan op dit moment. Ik wil vragen aan het aanbiddingsteam om erbij te komen. We gaan zo een tijd nemen van de Heer te aanbidden. En ik geloof dat terwijl we de Heer aan het aanbidden zijn. Weet je, aanbidding is zoveel meer dan alleen maar liedjes zingen. Het gaat namelijk helemaal niet om de aanbiddingsliedjes. Het gaat om een levensstijl van overgave. Dat is ook waarom je sommige mensen hun handen ziet opheffen. Dan denk je van, oh, wat is dat maf zeg, in de Thousand Hills. Mensen steken hun handen in de lucht. Maar het is een teken van overgave. Weet je, als een kind opgepakt wil worden door zijn vader of door zijn moeder, wat doet hij? Handen opheffen. Mijn kinderen zijn er inmiddels nu te oud voor. 9 jaar oud zijn ze. Maar als ze 3, 4 jaar zijn, willen ze niets liever dan door papa of mama opgetild te worden. Dat laten ze zien door hun handen op te heffen in totale overgave. En op papa of mama. En ik geloof dat God vanochtend dat wil doen in ons midden. Hij wil jou en mij helpen om in overgave te wandelen aan hem. Weet je, jij bent hier binnengekomen misschien vandaag met een nood in je leven. Je bent binnengekomen misschien met een ziekte of met een probleem op je werk of een financiële uitdaging. Of een relationele uitdaging. Ik geloof dat God alles op zijn plek wil laten vallen voor jou. Maar het begint met die overgave. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere zaken waar we ons druk om maken, die zullen ons erbij gegeven worden. Laten we onze ogen sluiten. Vader, we komen tot u op dit moment. Wil u danken, Heer, voor uw woord. Wil u danken, Heer, dat we een liefdevolle overgave en loyaliteit mogen wandelen aan u. Dat Jezus werkelijk onze nummer 1 mag zijn. Dat we werkelijk het koninkrijk van God op nummer 1 mogen zetten in ons leven, Vader. En dat we mogen weten dat op het moment dat we dat doen, dat alle andere zaken die we zo belangrijk vinden in dit leven, Heer, dat u daarvoor zal gaan zorgen. En Vader, voorzie voor in ieder van ons. En Heer, help ons, Heer, om in die volledige overgave te gaan wandelen. En voor de mensen die hier in ons midden zijn, die daar nog over twijfelen of die misschien daar moeite mee hebben om die stap te zetten, Vader, help hen, Heer, om inderdaad die overgave, die stap van overgave te zetten, ook vanochtend. Heer, want dat is wat u ziet, dat is waar u naar op zoek bent, Vader. Mensen die in liefdevolle overgave wandelen op deze wereld. Niet mensen die perfect zijn, die volmaakt zijn, die denken dat ze heilig zijn, die denken dat ze het helemaal gemaakt hebben. Nee, maar mensen die in liefdevolle overgave aan u willen wandelen, willen leven. Dat bidden we, Heer, in Jezus' wonderbare naam. En iedereen zegt, amen.